Titan zilver, sterling grauw, platin grauw, titan zilver, mineral grauw, titan zilver, mineral grauw. We hebben een dambord van BMW's in onze winkel en daar zit maar één nieuw binnenkomen bij. Maar gelukkig heb ik nog vier hele vette zescilinders, dus laten we maar heel gauw beginnen met nieuw binnenvlog nummer 15 van 2022. Wat een vette BMW hebben we deze week. En om je die te laten zien, neem ik je om te beginnen graag even mee naar onze nieuwe showroom. Want daar hebben wij de auto's op kleurvolgorde in een dambordpatroon gezet. Zijn wij een beetje autistisch? Jazeker. Is daar wat op tegen? Zeker niet. Er staat er hier één binnen en die wil ik je graag even laten zien. Dat is dit snoepje hier in de hoek. Een hele vroege Z4, een 2,5 liter, nieuw geleverd in Italië, op Sicilië, door een BMW-dealer met de spectaculair klinkende naam Nuova Sportcar. Sì. En Italië heeft hij niet heel lang gereden, want deze Z4 is al in 2010 naar Duitsland verhuisd en daar hebben wij hem in gekocht van de laatste eigenaresse. Die man sinds 2016 in bezit had en die heeft er heel erg goed op gepast. Want het meest opvallende aspect van deze Z4, naast dat hij is uitgevoerd in de kleur uit de volder, dat prachtige sterlingrauw metallic, wat een goede kleur op zo'n Z4. Het meest opvallende aspect is de conditie, die is namelijk echt smetteloos. Zelfs als je in oogenschouw neemt dat deze auto maar 76.000 kilometer heeft gereden. Kijk maar eens hier, nou, dat stuurwiel helemaal mooi, mat nog, de nerf helemaal perfect erin. Alle bedieningselementjes mooi fris. De complete sleutelbos, inclusief het portemonnee sleuteltje. Ook altijd een bewijs van zorgvuldig eigenaarschap. En als ik die dan hier in contactsteek en omdraai. Gestel 4 kilometer. Pioep, het schermpje van de professional navigatie. Een zeldzame optie en helemaal in dit geval, want ik weet niet of je het zo kunt zien. Ja, zo net aan. Inclusief de DSP van de Hi-Fi Professional. Het meest uitgebreide luidsprekersysteem wat er destijds leverbaar was. Alle Z4's op de persfoto's in de folder destijds waren allemaal uitgevoerd in deze kleur. Dat sterlingrauw metallic. En dat staat hem natuurlijk fantastisch. En wat bijdraagt aan die lekkere, originele, net uit de showroom look van deze auto, zijn natuurlijk die hele bescheiden 16-inch lichtmetalen wielen. En ook daar zie je weer, tot en met de binnenkant van het velgbed mooi schoon, rondom voorzien van Continental aanmerkbanden, spreekt de zorg van de voorgaande eigenaresse. En hier achter mij zijn de schilders aan de sleep met de rolstijgers om ook onze werkplaats zwart te maken. De luifel, die is inmiddels zwart, dus we blijven even bij het zwart, saffierzwart om precies te zijn. Want de komende drie auto's die ik je wil laten zien zijn uitgevoerd in 475, om te beginnen deze hier. Een 325 cabrio uit januari 2008. Een van de allereerste van de E93 generatie dus. En zoals wel vaker met die hele vroege exemplaren was ook bij deze auto de eerste tenaamstelling op BMW AG te München. Een ex-vuurpark auto dus. En wat wel heel bijzonder is, is dat hij daarna maar één eigenaresse heeft gekend die de afgelopen 13 jaar met de auto heeft gereden. En deze 325 voor al het onderhoud bij één en dezelfde BMW-dealer binnenbracht. De frisheid en de echtheid straalt je in werkelijk elk aspect tegemoet. En dat is wellicht ook te verklaren door de kilometerstand van net 92.000. Dat is natuurlijk echt weinig voor een inmiddels ruim 14 jaar oude auto. Die gesatineerd aluminium raamlijsten nog helemaal mooi, vol in de glans, niet verweerd. De naven, de velgen, overal waar je kijkt straalt de kwaliteit van deze auto je tegemoet. En dat geldt ook zeker voor het interieur, wat super stoer in stemmig zwart is uitgevoerd. Zwart leer op de stoelen, hoogglans zwarte raamlijsten. De hemelbekleding is bij een cabrio altijd in het zwart, dus dat ziet er bij elkaar lekker stoer uit. Sportstoelen en het M-stuurwiel, dit is ouderwets genieten van authentiek zescilinder rijplezier. Fast forward van een van de allereerste E93 cabrio's naar een van de allerlaatste, deze 325 M-Sport Edition. Uit begin 2014, een moment waarop bijna elke BMW met atmosferische zescilinder al lang de showroom van de BMW-dealer had verlaten. Pas toen stelde BMW AG op de vestiging in Regensburg
deze auto te naam. Met 6 jaar verschil in leeftijd maar liefst zijn de grootste verschillen in het uiterlijk vooral uitvoeringsgerelateerd, want deze M-Sport Edition is natuurlijk voorzien van het Affabriek M Sportpakket, aangevuld met een aantal performance extra's, waaronder die stijl 313 wielen door de eerste en enige particuliere eigenaar, ook in dit geval aangevuld met een aantal bij de dealer gemonteerde performance upgrades, waaronder die diffuser en de performance einddemper. Maar moet je maar eens even kijken. Onder de motorkap, want daar vinden we niet alleen dezelfde N53 3 liter 6 cilinder als in zijn 6 jaar oudere broertje. Maar in dit geval ook die mooie carbon afdekkap van de Performance luchtinlaat. Rondom lekker dikke Michelin Pilot Supersports om die 18 inch stijl 313 wielen. Ook deze auto is uitermate goed verzorgd. En met een leeftijd die bijna de helft bedraagt van zijn broertje daarnaast is het geen wonder dat ook van deze auto de kilometerstand nog uitermate gunstig is. Net iets meer dan 74.000 kilometer op de teller van deze M-Sport Edition. En we sluiten het rijtje saffierzwarte BMW's hier op het buitenterrein af met nog een Z4 in datzelfde 475. En dit is een hele vroege, want met een eerste toelating in het voorjaar van 2003 is dit een van de allereerste E85. Aan de conditie van deze inmiddels 19 jaar oude auto hoef ik denk ik weinig woorden vuil te maken. En wat je verder ziet is dat hij zo'n mooie stance heeft, stoer laag op zijn pootjes dankzij het affabriek gemonteerde M-Sport onderstel. En dan, ik weet, ik heb je de afgelopen tijd al een heel aantal 335i Tourings laten zien, maar ik neem je toch graag nog een keer mee in zo'n E91 met die 300 plus pk turbomotor, want we hebben een heel bijzonder exemplaar op de kop weten te tikken. En daar laat ik je natuurlijk graag wat extra's van zien. Naast hele goede auto's ontwikkelen zijn ze bij BMW namelijk ook heel goed in marketing. En dat demonstreerden ze wel toen ze voor modeljaar 2007 de N54 motor introduceerden. De eerste generatie 3 liter 6 cilinder turbomotor. Want met gepast gevoel voor understatement lieten ze die motor niet debuteren in de 7 serie. Waar ze hem later natuurlijk heel veel in zouden verkopen. Of in de X6 bijvoorbeeld waar hij ook in heeft gezeten. Nee, ze kozen ervoor om die nieuwe ruim 300 pk sterke 6 cilinder turbomotor te laten debuteren in hun twee compactste, meest verkochte carrosserievarianten. Te weten in de 3-serie Sedan en in deze dus, de 3-serie Touring. Nou, mijn collega's hebben echt letterlijk net de werkplaats uitgereden waar hij door Danny de detailer onder handen is genomen en daarna op de foto is gezet. En ik moet hem je snel laten zien, want waarschijnlijk is hij ook weer heel snel verkocht. Het is namelijk een uitermate kleine kans dat we nog een 335 uit die eerste lichting tegenkomen. Die nog aan onze kwaliteitscriteria voldoet en bovendien ook een kilometerstand heeft die voor ons acceptabel is. Dit is een van die allereerste auto's, een auto uit maart 2007. Net 15 jaar oud daarmee, dus ongelooflijk interessant voor de zakelijke rijder als youngtimer. En met even ruim 160.000 kilometer gereden zit hij voor ons natuurlijk op, zo niet eigenlijk net over het randje, maar vooruit. De story is uitmuntend en de conditie is heel erg goed. Dus dan durven we toch aan om zo'n auto in de winkel te zetten en aan te bieden, inclusief 6 maanden garantie. Dit is natuurlijk een stukje BMW historie. Ongelooflijk, wat trekt die N54, die eerste generatie 6-cilinder turbomotor, toch fel. Hij voelt nog iets sportiever, iets agressiever op het gaspedaal dan die latere exemplaren met N55. Hij spreekt daarmee inmiddels zelfs een beetje een eigen liefhebbersdoelgroep aan. Zodanig zelfs dat de laatste Duitse eigenaar die de afgelopen 4 jaar met deze auto reed, en zelfs voor koos om een soort gepersonaliseerd kenteken op de auto te hebben. Met de letters GP voor zijn stadkreis, voor zijn woonplaats. Gevolgd door de combinatie N54. Nou, daar ben je lief hebben. Nu
is het natuurlijk ook niet heel erg moeilijk om heel erg enthousiast te worden van de rij-eigenschappen van zo'n 3-serie met die berensterke 6-cilinder turbomotor. De motor met het koppel van een V8, zei mijn futter ooit. Maar natuurlijk bij lange na niet het gewicht. En dat voel je wanneer je met die auto stuurt en helemaal met dit exemplaar. Want deze is niet alleen voorzien van het M-Sport pakket met het M-Sport onderstel. Maar ook voorzien van BMW's unieke Active Front Steering. Waarmee je die nog strakker en wendbaarder aanvoelt. Super lekker hier op die bochtige weggetjes rond de Montenegro-pand. En we beginnen aan de achterkant, want daar liet BMW iets terugkeren van de legendarische 323i E21, de allereerste 3-serie ooit, voorzien van een 6-cilinder benzinemotor. En dat zijn die twee uitlaten, eentje links en eentje rechts, ook op de allereerste 3-serie met een 6-cilinder turbomotor ooit. En dat werd in de jaren daarna natuurlijk een felbegeerd item, die twee moddervette pijpen, die wilde iedereen hebben. Met een eerste toelating in maart 2007 is dit dus een van de allereerste van die inmiddels legendarische 335i's. Het is niet verwonderlijk dat de eerste toelating op naam van BMW AG zelf was. Dit is zo'n vuurparkauto, zo'n poolauto. En dat zie je terug in de uitvoering, want die is namelijk uitermate compleet. Sterker nog, hij is voorzien van alle destijds leverbare opties op één na. En dat is de trekhaak, want als je als Duitser in zo'n dikke BMW rondrijdt, ga je natuurlijk niet zelf met je karretje slepen. En wat was er in die tijd dan allemaal leverbaar op zo'n auto? Nou, om te beginnen natuurlijk het M-Sport pakket met andere bumpers, andere skirts en de raamlijsten. En spiegelvoetjes en spiegelhuisjes in het hoogglanzwart. En als upgrade beschikbaar stijl 193M, die 18 inch breedzet lichtmetalen wielen. De Comfort Access Keyless Entry had je wellicht bij het instappen al gezien. De elektrische stoelverstelling met Memory is present. En natuurlijk leren bekleding, deze kleur heet Terra. Uiteraard ontbreken ook kleinigheden zoals bijvoorbeeld de bekerhouders en alle opbergvakjes van het opbergpakket niet. En zijn bijvoorbeeld de elektrisch inklapbare spiegels present. Mist het grote glazen panoramadak niet, hebben we navigatie professional, maar ook het meest uitgebreide luidsprekersysteem Hi-Fi Professional is aan boord. De camera van de grootlichtassistent en hieronder de binnenspiegel de 3 knopjes van de ingebouwde garagedeuropener, de HomeLink afstandsbediening. En voor de meest zeldzame optie op een BMW van deze leeftijd moet ik je weer even terug mee naar buiten nemen. Want daar zie je hier het oog in de voorbumper van de radarsensor waarmee de actieve cruise control automatisch afstand houdt tot de voorligger. Super slimme marketing van BMW natuurlijk om zo'n nieuwe motortechniek in die 3-serie te laten debuteren en daarmee direct alle aandacht naar zich toe te trekken. En niet geheel verwonderlijk won die N54 in de jaren daarna elke verkiezing die er maar te winnen was en zette daarmee de BMW turbotechniek opnieuw op de kaart. Naast de gebruikelijke aandachtspunten bij BMW 6-cilinder benzinemotoren van deze leeftijd, zoals bijvoorbeeld olielekkages langs de klepdekselpakking, is bij die N54 nog een aantal specifieke aandachtspunten van toepassing. Zo hebben we bij deze auto alle injectoren laten testen en naar aanleiding van de testresultaten 4 stuks vernieuwd en hebben speciale aandacht besteed aan de afdichting van de wastegates van de turbo. Die zijn bij deze auto nog perfect in orde. Het enige wat ontbreekt is dus echt hier die elektrisch uitklapbare trekhaak, maar die zetten we er graag voor je onder als dat voor jou het obstakel zou zijn. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van deze 15 nieuwe binnenvlog van 2022. Ook voor de volgende week hebben we een aantal hele bijzondere, super vette BMW's in voorbereiding. Wil je nu al weten welke dat kunnen zijn? Kijk dan op autoverneerder.nl/verwacht. Wacht je liever tot ik ze weer presenteer. Volg ons dan op Facebook of YouTube of nog veel beter. Abonneer je via onze website op onze nieuwsbrief. Dan brengen we je elke vrijdagavond om 8 uur automatisch op de hoogte. Tot de volgende keer.